En die gaat ook. Oh, die zit er bijna in. En wat een redding maak je dan daar. Jeroen Zoet met een wereldse redding. What the fuck doe je? What the fuck doe je? You just a motherfucking copycat. Yeah. Fuck you want me eyes. They call me lies. Highlights. Bitches that you fucking with me, probably not. Yo kijkers van Twinity en welkom bij een hele leuke aflevering van de PSV carrière. In deze aflevering gaan wij spelen tegen Manchester City, tegen Feyenoord en tegen Lazio. Natuurlijk tegen PEC Zwolle, dat is ook een leuke wedstrijd. Maar de andere drie wedstrijden vind ik dan dat toch wel iets leuker en iets belangrijker om te spelen. De eerste wedstrijd spelen wij uit tegen City. En we willen het liefst natuurlijk eerst gewoon in de Champions League, want dan heb je de beste loting voor de volgende wedstrijd. En ik denk ook wel dat City ons makkelijk inschat. Misschien kunnen we daardoor misschien nog wel een puntje pakken tegen City. En de volgende wedstrijd gewoon goed winnen. Waardoor we eerst gewoon in de pool. Laten we de wedstrijd tegen City maar gaan beginnen. Hier gaan we. We spelen in het Etihad Stadium van Manchester City. Een groot, mooi stadion. En ja, we spelen uit. Dat is natuurlijk wel nadelig. Maar als je zelf speelt, heb je er misschien niet zo heel erg veel nadelen van. Het team van City. Joe Hart, Sabaleta, Company, Otamendi, Clichy. Yaya Touré, David Silva, Jesus Navas, De Bruyne, Nasri en in de spits, zoals altijd, Kun Agüero bij Manchester City. Onze opstelling is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als voorgaande wedstrijden. We hebben eigenlijk een vaste elf met Zoet, Arias, Bruma, Moreno, Willems, Prupper en voor de rest op het middenveld, Tielemans en Cuadrado. En in de spits, de drie toppers, Lescen en Bola, Narsing. Geen Luc de Jong zoals jullie weten. Hij staat wel nog op de thumbnail, eigenlijk moet ik dat wel veranderen, maar Luc de Jong is verkocht. Voor meer dan 35 miljoen geloof ik, daarom heb ik hem ook verkocht. Ik denk dat het wel een hele lastige wedstrijd gaat worden, omdat City gewoon eigenlijk, ja, statistieken veel betere club is dan PSV natuurlijk. Maar als wij zo goed passen zoals nu ook, en uiteindelijk voor het doel uitkomen, zien dat we dan nog wel een aardige kans eruit kunnen persen. En zoals nu, meteen op de lat op het begin van de wedstrijd, what the fuck? Dit had ik echt niet zien aankomen. Oké, meteen door misschien wel. Lestien komt hier langs. Dit doet Lestien goed. En nu hier in de 16 kruipen. Komt met het schot. Wordt afgekaatst in de rebound. Niet. Misschien nog een rebound. Wie weet. Hij wordt. De keeper is. Oh fuck. Dit is ook geen penalty. De keeper is uit zijn doel. Ik dacht ik score die wel even. Helaas scoren we dit niet. En dan is het nog steeds 0-0. Vrije trap op een redelijke positie. Geen positie waarvan je zegt van ja, weet je, die score je sowieso, maar het is redelijk. Laten we deze keihard gaan schieten. En die gaat ook. Oh, die zit er bijna in! Die zit er bijna in ook! Cuadrado, wat een heerlijke vrije trap weer. Kijk nou hoe hard die bal was. Joe had er echt moeite mee hoor. Jezus, Navas. Navas komt er ook langs, kapt zijn bal af en speelt een voorzet. En wat een redding maak je dan daar. Jeroen Zoet met een wereldse redding. Kijk hoe mooi die redding was. Het was bijna, zat hij in het doel. Oh nee, dit is het schot van Cuadrado op Joe Hart. Maar die kopbal, die had Jeroen Zoet daar erg knap. Hij beslist de wedstrijd hiermee wel een voordeel. Anders was het 1-0 voor Manchester City geweest. Oh nee. Oh nee. Oh Jeroen Zoet, wat een hel ben jij. Op het einde van de wedstrijd krijgen wij dan nog wel een kleine kans. Maar ik heb het gevoel dat het een 0-0 blijft. Of er moet nu nog een kans komen via de flank met Lestien. Die kans lijkt me niet heel erg groot, want Lestien paast iedere bal deze wedstrijd al verkeerd. Nu dus ook, en dan is de wedstrijd afgelopen. Dan blijft het 0-0 bij Manchester United in het Etihad Stadium. Daar moeten we eigenlijk totaal niet ontevreden mee zijn, want ja, ik bedoel, we begonnen de wedstrijd beter dan Manchester City. Alleen het vervolg was Manchester City gewoon beter dan ons. En Lazio wint, dus de laatste Champions League wedstrijd tegen Lazio, die gaat beslissen wie er doorgaat in de Champions League. En die gaat heel erg spannend worden. Dan de tweede wedstrijd van deze aflevering spelen wij tegen Feyenoord, opnieuw een uitwedstrijd. Maakt deze stuk natuurlijk wel meer kans dan de wedstrijd tegen Manchester City, want het is gewoon een veel beter team. En de opstelling van Feyenoord heb ik niet gezien, maar ik verwacht wel wat er op het veld staat bij Feyenoord. Allemaal denk ik wel, want we kennen allemaal wel een beetje de spelers die Feyenoord heeft. What the fuck doe je? What the fuck doe je? Nee! Dus kijk dat dan, ik had helemaal niks door. Ik had helemaal niks door. Ah, rot op! Hector Moreno was dat. Dit slaat echt nergens op. En dit is toch geen dubbel van Kuyt? Kijk nou. Kijk nou! What the fuck, man? Hij kijkt ook echt de andere kant op en hij komt de bal gewoon in zijn eigen doel. Wat een sukkel. Oh, als Bruma. Nou, lekker. 0 doelpunt in de Eredivisie. Dat was zijn eerste doelpunt. Kijk ook hoe die staat. Wat een kutspeler.
En Bolo schiet maar. Oh, weer aan de onderkant van de lat. De tweede keer deze aflevering. Godverdomme, wat een kutspel. Ja, nu een goede voorzet. Kom op. Oh, fuck. Weer bijna 1-1. Oh, ja. En Bolo, kom op. Doe het alsjeblieft. De hele aflevering is er nog geen enkel doelpunt voor ons gevallen. Alles is misgegaan. En Bolo maakt er één. Oh, dat voelt zo goed, hè. Het voelt gewoon, het is helemaal geen mooi doelpunt. Het is helemaal geen goed uitgespeelde aanval. Maar toch een doelpunt maken in deze aflevering waar gewoon alles misgaat. Alles gaat mis. Iedere kans die we krijgen gaat mis. En hier pakt Embolo eindelijk goed de bal af en we scoren. Karma is real. We pakken nu alles terug na het vreselijke doelpunt van Bruma. Het eigen doelpunt. Na de bal die twee keer al onderkant lat is gegaan, maken we nu eindelijk de 1-1. En dit voelt goed. Embolo is een belangrijke man en hij scoort hier een belangrijk doelpunt. Yo, verkeerde paas achterin. Arias, pak de bal. Arias, kom op. Arias. Hij wordt... Oh, what the fuck. Arias wordt helemaal uit balans gehaald. En dan is het nog niet eens... Oh, what the fuck, man. Er zijn maar 5 minuten te gaan en er moeten gewoon wissels in komen nu. Want ja, het team voetbalt gewoon niet meer zo heel erg goed. Ze zijn allemaal helemaal kapot. En ja, we moeten eigenlijk meer aanvallers erin zetten. Pereiro moet er dan nog maar in. Moesten gaat in de spits, want ja, daar heb ik toch meer snelheid en meer kracht voor in op dit moment. En ik denk dat ik Brand dan op links voor ga zetten, want die kan overal staan. Brand is wel een held, hij kan overal spelen. Dus dan gaan we nou even zo spelen en we gaan proberen nog die wedstrijd te winnen, maar we hebben laatst heel veel kansen. Ja, Embolo! Er is nog niet gewisseld, maar Embolo pakt de bal. Embolo pakt de bal. Embolo komt met het schot. Hij doet het weer, precies hetzelfde als vorige keer. Hoe heerlijk is dit? Fuck jullie Feyenoord, jullie hebben de hele wedstrijd helemaal niks gepresteerd. Jullie hebben een eigen doelpunt gekregen van Bruma. En nou scoren wij, kijk hoe geweldig dit is. En Bolo pakt hier zelf de bal af, hij drijft de bal in één keer naar voren. Met zijn snelheid loopt hij de hele verdediging van Feyenoord eruit en schiet hij de bal weer. Prachtig mooi, om Kenneth Vermeer. En dan staan wij gewoon met 2-1 voor. Ik kan het heel moeilijk omschrijven, want de wedstrijd was gewoon... We waren de hele wedstrijd aan het spelen tegen onszelf. We scoorden gewoon niet en na de 1-1... was het gewoon de hele tijd wij die alleen maar voorin waren. Die alleen maar de hele tijd druk aan het zetten waren. En we kregen het bal maar niet erin. En als je hem dan een 90ste minuut maakt, dan is het heel chill. En dan voelt dat ook goed. De wedstrijd is dus afgelopen. We hebben gewonnen met 2-1. Het was eigenlijk wel een goede wedstrijd van ons. We kwamen op het begin heel vroeg achter door echt een heel lullig doelpunt van Bruma. Het was een heel vreemd doelpunt. Ik had niet... Ja, hier komt het doelpunt nog een keer. Hij wilde de bal de andere kant op koppen. Hij keek ook de andere kant op. Maar de bal kwam op zijn achterhoofd terecht. En toen scoorde hij dus een eigen doelpunt. Waarover voor de rest van de wedstrijd waren we naar mijn mening wel sterker. We hebben de wedstrijd verdiend gewonnen. Ajax heeft ook gewonnen helaas, zie ik. Maar we staan dus precies op de tweede plek. Feyenoord zet nu wel 3 punten van ons af. En we moeten ons gewoon gaan concentreren. Dat we weer terugkomen op plek 1 in de Eredivisie. Maar eerst gaan we naar tegen PEC Zwolle. Dat is thuis. Die gaan we simuleren. En dan doet de training nog heel eventjes snel. En dan gaan wij hopen dat we de wedstrijd tegen PEC thuis wel gaan winnen. Want dat is natuurlijk wel erg belangrijk als we bij willen blijven met Ajax. En eigenlijk Ajax wel willen inhalen. We zijn nu 5 punten van Ajax af. En dat zou na de volgende wedstrijd gewoon ook weer 2 kunnen zijn. 2 en 5 punten is een wereld van verschil natuurlijk. Dus laten we eventjes de opstelling gaan prepareren. Ik denk dat het wel ongeveer goed is. Alleen ik wil heel graag Moussa aan de basis hebben. En ja, Narsing speelde ook goed. Hij is in vorm, maar Lestienne is minder. Dus ik zet Moussa dan gewoon op de plek van Lestienne voor 1 wedstrijdje. En dan gaan we nu tegen PEC Zwolle spelen en gaan we daar zien wat we daar gaan maken. Hier gaan we dan een belangrijke wedstrijd eigenlijk. Eigenlijk is iedere wedstrijd die we nu spelen in de Eredivisie wel belangrijk. Want ieder punt wat we kunnen pakken, dat hebben we ook echt nodig. En Bolo raakt geblesseerd in de 5e minuut. Dat is al heel erg nadelig. Want Bolo is een man die de laatste tijd heel erg in vorm is. Hij scoorde 2 keer tegen Feyenoord. En hij was gewoon, hij is gewoon een hele belangrijke man voor het team. Het zijn nog steeds 0-0. De eerste, ah, mooi. Einde van de eerste helft maakt Narsing de 1-0. En hopelijk kunnen we dit volhouden tot de 90ste minuut. Waardoor we dan 3 punten pakken. En dichter bij Ajax komen. 80ste minuut is gespeeld. Staat nog steeds 1-0 voor mij. De wedstrijd is afgelopen en we winnen met 1-0 door een doelpunt van Narsing. Verder is er bijna niks gebeurd in deze wedstrijd. Ik wil wel even snel kijken op welke plaats we nu staan in de Eredivisie. En wat er voor de rest allemaal gebeurd is. Dit wordt een hele belangrijke wedstrijd trouwens. We spelen tegen Lazio. En we moeten winnen. Dat is het gewoon. We moeten winnen. Kijk, we kunnen ook... als we gelijk spelen en Manchester City verliest, dan zijn we nog altijd door in de Champions League. Maar voor de rest, eigenlijk kunnen we niks anders dan winnen. Anders zijn we niet door. Het zijn er maar... Oh ja, Ajax moet nog spelen, maar het zijn nu maar 2 punten verschil met Ajax. En nu gaan we een hele belangrijke wedstrijd in. Ik vind het echt super kut en het is het ook gewoon.
Want zoals jullie nu zien is de wedstrijd tegen Lazio al gespeeld. Mijn PlayStation stond blijkbaar al helemaal vol met allemaal bestanden. Waardoor dit bestand, de wedstrijd tegen Lazio, niet is opgenomen. Wat net eigenlijk de belangrijkste en leukste wedstrijd was van de aflevering, staat dus niet op film. Ik heb hem wel gespeeld en ik heb hem ook gewoon normaal gespeeld. En helaas ook nog eens heb ik de wedstrijd gelijk gespeeld en Manchester City heeft gewonnen. Waardoor ik niet door ben in de Champions League. Ik was hem helemaal aan het rage, maar dat staat er dus eigenlijk nou allemaal niet op. Ik voel me echt heel kut hierdoor en ik vind het gewoon echt jammer. Want het was een leuke wedstrijd op zich. Het was een hele spannende wedstrijd van beide kanten. Ja, we zijn dus niet door in de Champions League. De save is ook niet opgeslagen. De rest van de video wel, heb ik net gezien. Ik vind het echt heel erg jammer. Ik heb wat dingen verwijderd, dat dus zal niet meer gebeuren, dat weet ik wel. En ik hoop dat jullie het niet super erg vinden, want ik ben gewoon niet door in de Champions League. En hieraan zie je dus ook dat ik hierbij niet gecheat heb of weet ik voor wat, want dan zou ik wel doorgaan in de Champions League. Hopelijk vinden jullie het niet al te erg. Doe jullie allemaal een blauw omhoog. En dan zie ik jullie in de volgende video waar we terug. Nogmaals mijn excuses voor deze grote, domme blunder die ik heb gemaakt. Het had nooit mogen gebeuren. Het zal niet meer gebeuren. Want ik heb nu alles goed staan. En het is een van de eerste keer dat dit gebeurt. Het zal niet meer gebeuren. En tot de volgende video. Later.